Nou, het gaat heel goed. Ik heb natuurlijk een moeilijke periode meegemaakt, maar het gaat nu weer de goede kant op. Ik voel me goed, het gaat steeds beter. Ik ben er niet 100%, maar het zit er wel weer aan te komen. Ik heb geen steken meer. Geen steken die ik eerst wel had, die specifieke pijnen. En dat is denk ik het belangrijkste. Natuurlijk wel qua kracht en echt sprintvermogen kom ik nog tekort. Ten opzichte van hoe het was, maar ja, dat is een kwestie van tijd. Geen twijfels en onzekerheid, maar je moet wel realistisch zijn. Het kan zijn dat ik niet meer op dat niveau terugkom. Daar moet je wel rekening mee houden. Maar ik geloof wel in dat ik gewoon 100% fit word en dat ik gewoon weer helemaal terugkom op het oude niveau. Daar ga ik voor. Maar mocht het niet zo zijn, dan is dat gewoon een kwestie van accepteren. En dan ja, het zo goed mogelijk doen met iets minder kwaliteit dan daarvoor. Misschien. Maar ik ga er nu nog steeds vanuit dat ik wel 100% fit word. Nou, ik denk dat ik toch wel weer een maand of twee, drie echt wel bezig ben. Weer met de groep in en stromen. En van één training in de week naar op een gegeven moment naar 7 trainingen in de week. En ja, het bouwt zich allemaal uit. En ik ben nu gewoon weer helemaal volop bezig. Iedereen neemt zijn werk mee naar huis, dus als het niet goed gaat op je werk, nou dit is toch mijn werk, ook al is het een hobby, dan ja, neem je dat wel mee naar huis natuurlijk. Dus nu het goed gaat, ben ik ook een vrolijke mens, ja. De ene keer gaat het makkelijker als de andere keer. Ik heb periodes gehad dat ik dusdanig terugslagen kreeg dat ik het gevoel had dat het niet beter werd. Ja, dat je echt wel even in een dipje zat, maar het was nooit echt lang. En na 2-3 dagen was ik daar dan ook wel weer overheen. En ik ben gewoon een positief ingesteld iemand. Dus over het algemeen ga ik toch wel met een lach naar de training toe of naar de club toe. Dus ik moet zeggen, het is wel zwaar geweest, maar ik heb nooit ervaren van, ik heb er geen zin meer in. Zo is het nooit geweest. Omdat je het vertrouwen dat je eigenlijk in je lichaam wil geven niet terugbetaald krijgt. En ja, dat is soms wel eens moeilijk, maar uiteindelijk wist ik gewoon dat het goed zou komen. En dus vertrouw je daar ook op. Omdat je weet dat je niks toe kunt voegen. Wat je wel graag had gewild natuurlijk, maar dan kun je er wel heel druk om gaan zitten maken. Maar je kunt je energie beter gaan steken in dingen die, ja, waar je wel invloed op uit kunt oefenen. En dus het revalideren. Dus ik heb nooit zoiets gehad van, ik moet weer op dat veld staan. Tuurlijk wel van, ik wil op het veld staan, want dat wil je elke dag. Maar ja, als dat niet kan, dan moet je dat ook accepteren. Ik moet zeggen, ik blijf er niet meer echt voor thuis. Zoals nu, ik ga 8 dagen op vakantie, dan is het wel EK aan de gang. Dan zal ik het misschien daar zien, maar ik zal niet alles zien. Maar zodra ik thuis ben, dan kijk ik wel veel voetbal, ja. Dan, als er even een wedstrijd op is en het interesseert me waar leuke ploegen spelen, ja, dan ben ik wel aan het kijken, ja. Ik wil gewoon lekker voetballen en met de jongens gewoon iets, naar iets moois gaan werken. En daar zullen we elkaar bij nodig hebben en daar zal ik ook mijn steentje aan bijdragen, ja. Ja, daar durf ik wel ja op te zeggen, ja.